all smiles on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yes, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. Now we're the right time. Iets meer dan 1200 meter voor de jonge dame uit Sinai, Charlotte Penneman van AC Waasland. En ondertussen is die voorsprong opgelopen tot meer dan 150 meter. Gaat stilaan naar de 2-kilometerpunt. Dan weten we in hoeveel ze die laatste kilometer moet doen om dat kampioenschapsrecord aan het diggelen te lopen. Want nu aan het 2-kilometerpunt zijn het 6,28. Dan wordt de laatste kilometer in 3,07. Voor het kampioenschapsrecord, waarschijnlijk zal de wind nu ook wat parten gaan spelen bij Charlotte Penneman. In die race tegen de klok. Ja, ondertussen heeft ze bijna 200 meter voorsprong. En het is het, de jonge dame van Demer, Marten Nijssen, die daar het achtervolgende groepje leidt. Met nog steeds dezelfde namen. Kate Sterke, Finn Paulussen, Julie Janssens, Friedel Albroek en Ilja Kaba. Dan Flamand in het gezelschap van het duo van Brein Waterloo. Dat op het podium stond van het Belgisch kampioenschap 4x800 meter bij de scholieren meisjes Lola Folie en Elodie de Vuist. Nog 800 meter, encore Christian Metre, c'est Ilja Kappa. Kimijn, de Nouveau, La Poursuite, De Van, Nijssen, Albroek, Paulussen, De Starke et Janssens. Et puis, les athlètes de la province du Brabant-Wallon, avec une athlète de Celtic Brabant-Wallon, Lili Flamand, De Van, De Vest et Folie, de l'Union Sportive de Waterloo. Puis, Louise Lorsignol de Fleurus, qui a aussi participé au 4800 mètres à Louvain il y a 6 jours pour Jeunesse et Sport Moucron Combine. Louison Dujardin. En gaat ze er dubbelen? Kan ze die laatste 50 meter ten opzichte van de vorige nog dichtlopen en met 400 meter voorsprong op de mid-snelle deelnemster haar wedstrijd beëindigen? Charlotte Penneman van Waasland. Que vous voyez une avance de au moins 200 mètres pour Penneman sur Ilja Kaba. Dan Finn Paulussen, die loopt nu weg van de anderen in de hoop om op die manier op die, het podium te gaan halen voor Nijssen, Albroek, De Starke.
Nog 150 meter voor Charlotte Penneman. Die daar dus de laatste achtervolgsters voorbij loopt. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Het dubbelen op het Belgisch kampioenschap van de 3000 meter. Charlotte Penneman, de prestatie tot nu toe op het Belgisch kampioenschap. Solo op de 3000 meter naar 9:45.5. Het is geleden van in 98 dat er nog sneller gelopen is door een kampioene. In 97 was daar die 9:35.25 van Tineke Boon en in 98 9:43.43. Deuxième place pour Ilia Kappa, Erve en Kim Paulus. Derde plaats voor Herentals. Friedel Albroek voor Kortenberg op 4. Van den Eijsen voor de Leder op 5. Voor de Staken voor Ilan en voor Sparta Vivoer op 6. Zevende Janssens van Olympia Sint-Gallen. De Vuist. Hilary De Vuist. Marcel Evansoli. Devant Lili Flamand. Hilary De Vuist. Puis Dugardin. Bonjour. De Vuist.